Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video vertel ik je weer welke boeken ik heb gelezen in de maand mei. Ik heb in totaal 6 boeken gelezen, dat is op zich best wel fors, maar sommige boeken waren ook niet heel dik of zo, dus waardoor ik ze best wel snel uit had. Dus mocht je benieuwd zijn naar de boeken die ik heb gelezen in mei en wat ik ervan vond, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Op staande voet en dit boek is geschreven door Vee Kaeland. Dit boek gaat over Ireland en ze heeft eigenlijk heel erg hard gewerkt om haar droombaan als tv-verslaggever te veroveren. Alleen dan duikt er een video op van Ireland en wordt ze ontslagen wegens ongepast gedrag. Ze is hierover eigenlijk super kwaad en na een beetje te veel gedronken te hebben, besluit ze om een boze mail te sturen naar de grote baas, zeg maar. Deze mail komt terecht bij Grant en hij is dus de CEO van het bedrijf en in eerste instantie wilde hij niet zo heel veel met deze e-mail, maar moet er ergens ook wel een beetje om grinniken dat deze e-mail bij hem terechtkomt. Het is ook best wel lang geleden dat iemand Grant zo ongefilterd de waarheid durfde te vertellen en hij is ergens ook wel gefascineerd door Ireland en wil haar eigenlijk beter leren kennen. Door eigenlijk een aantal gesprekken te hebben, krijgt Ireland dan toch haar baan terug en wordt haar eigen baas ontslagen, omdat hij dus blijkbaar best wel ongepast gedrag heeft vertoond. Grant die wil zoveel mogelijk tijd met Ireland doorbrengen en besluit dan ook om een soort van nieuwe club op te richten waarover ze kunnen praten met ongepaste dingen op het werk. Zijn zus heeft hier best wel vraagtekens bij, want waarom wil Grant dit in één keer? Want hij heeft hier eigenlijk nog nooit wat omgegeven. Ze leren elkaar ook echt wel beter kennen, maar hier zitten wel weer wat hobbels op de weg. De grote vraag is eigenlijk of Grant dus Ireland weet te veroveren en of er eventueel een toekomst samen is. Ik vind de boeken van Vee Kaeland altijd super leuk om te lezen. Ze lezen makkelijk weg, er zit altijd een vleugje humor in. En ik heb het in ieder geval heel erg genoten van dit boek. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Zuiderse Storm. En dit boek is geschreven door Natasha Madison. Dit boek gaat over Bo en Savannah. Die hebben we ook al leren kennen in de eerdere boeken die in deze reeks zijn verschenen. Savannah is de persoon die het perfecte stelletje uit het dorpje liet scheiden door een groot geheim te hebben dat ze niet kon delen met mensen. Er wordt nog altijd over haar geroddeld, zelfs zoveel jaar later. Inmiddels heeft Savannah een bar opgericht en heeft ze een eigen huis en deelt ze eigenlijk het co-ouderschap met Jacob. En dat gaat eigenlijk allemaal wel goed, want ook Callie gaat heel goed met haar zoon. Bo komt uiteindelijk achter dit geheim en dit is voor hem een hele grote schok, want hij had dit totaal niet zien aankomen. Vooral niet omdat hij eigenlijk al jaren heimelijk verliefd is op Savannah. Dit is voor hem ook heel lastig, omdat dit de familiebanden heel erg op scherp stelt. En hij is ook net benoemd tot burgemeester van het stadje. Bo wil dan eigenlijk ook echt gewoon antwoorden hebben op de vragen die hij heeft. Maar omdat de familie dit altijd heel erg verdoezeld heeft, komt hij daar ook niet echt verder mee. En voelt het alsof hij nog steeds onder druk staat van zijn vader. Zijn broer kan hij ook niet meer luchten of zien en hij is in eerste instantie ook echt heel erg boos op Savannah. Maar na een tijdje draait hij toch bij en krijgen ze toch wel weer voorzichtig contact. Dan gebeuren er toch best wel eigenlijk een hele hoop nare dingen die Savannah en Bo dichter bij elkaar brengt.
Maar wat het dorp ook best wel opschudt. Savannah staat zelfs op het punt om te vertrekken, want ze gelooft er niet in dat mensen haar überhaupt nog een kans gaan geven na al die jaren wat er gebeurd is. Bo wil dit natuurlijk proberen tegen te houden en doet daar ook zijn uiterste best voor. Of er uiteindelijk een toekomst ligt voor Bo en Savannah en hoe het met de familie van Bo eindigt, dat laat ik in het midden. Maar ik vond het ook wel weer een heel mooi boek. Ik vind het echt een hele mooie reeks. Mooi geschreven. Ik moest eerst al eventjes wennen omdat het in zo'n klein dorpje afspeelt. Maar uiteindelijk, als je er eenmaal in zit, is het echt een hele mooie reeks om te lezen. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Nu we hier toch zijn, geschreven door Chantal van Gastel. Dit boek gaat over Audrey. Audrey werkt al 10 jaar lang bij een snoepfabriek op het kantoorgedeelte en ze merkt dat ze steeds meer moeite heeft om zich naar het werk te slepen. Ze blijft het liefst langer in bed liggen. De snoepsfunctie is haar grootste vriend geworden, terwijl ze daar eerder nooit last van had. Ze merkt gewoon dat ze het eigenlijk allemaal een beetje gewoon vindt worden en droomt er eigenlijk van om een hele andere stap te nemen. Tot ze op maandagochtend, als ze naar haar werk gaat, Links ontmoet, die daar de buitenboel aan het schilderen is en waar ze eigenlijk een gesprek mee aanknoopt. En die haar eigenlijk laat inzien dat het helemaal niet erg is om af en toe eens uit je comfortzone te stappen. Audrey vindt dit nog steeds wel heel erg moeilijk en blijft zich wel voortslepen naar haar werk. Het enige hoogtepuntje van de dag is eigenlijk haar buurman aan de overkant zijn dansoefeningen te zien doen, die hij dus voor het raam uitoefent en waar zij dus verlekkerd naar kijkt. Tot ze op een dag naar het werk rijdt en ze besluit om echt een andere afslag te nemen. Uiteindelijk is eigenlijk bij het werk, maar nadat ze eigenlijk de afslag neemt die naar haar werk leidt, gaat ze toch terug de rotonde op en gaat ze terug naar huis. Een echt plan heeft ze niet, maar ze wil heel graag een keer Parijs zien. Haar overbuurman die brengt haar dan naar het station en zo reist ze dus naar Parijs. Ze heeft hier met Links al een aantal gesprekken over gehad en ze vraagt hem nog wat tips en dan ineens uit het niets duikt Links op. Ze vindt het eigenlijk wel heel fijn, want hij weet heel veel over de stad Parijs en kan haar naar heel veel mooie plekken leiden en probeert haar ook echt te motiveren om dingen te doen die ze normaal niet zou doen. Ze hebben eigenlijk ook echt wel een hele leuke tijd, maar ze merkt toch wel dat ze Links wel heel erg leuk vindt. Dit is toch best wel lastig, omdat Links eigenlijk al aangegeven heeft: een relatie wil ik niet. We kunnen in Parijs best wel een leuke tijd hebben, maar meer zit er niet in, omdat hij zelf ook nog best wel met zijn verleden in de knoei zit. Ze besluit dan ook om bijvoorbeeld haar maandsalaris ergens aan uit te geven en dat soort dingen. Ze doet echt dingen die niet bij haar passen. Eigenlijk hebben ze ook niet echt een plan als ze in Parijs zijn, maar ze hebben het wel superleuk. Dan maken ze een afspraak als we elkaar over een jaar dan ontmoeten we elkaar hier weer op deze plek met de kerst. Want het lijkt ze leuk om kerst een keer in Parijs door te brengen. Dan breekt voor Audrey toch echt de tijd aan dat ze terug moet gaan naar Nederland om orde op zaken te stellen. Want ze kan natuurlijk haar vluchtgedrag niet blijven uitstellen. Links vindt het ook wel heel erg jammer, maar hij gaat ook verder zijn plan trekken. En eigenlijk gaat hij weer wat contact met zijn familie opbouwen. En Audrey is heel erg benieuwd hoe dit afloopt. En ze hebben als Audrey in Nederland is nog best wel wat contact, maar het is best wel minimaal. Audrey vindt dat dan ook heel erg jammer en ze besluit ook om ontslag te nemen bij het bedrijf waar ze eigenlijk zou tegenaan zitten hikken. Tot er ineens een brief op haar mat valt die haar hele leven dan toch nog ineens weer verandert. Wat daar dus gebeurt, dat ga ik niet zeggen. Of dat Links en Audrey elkaar nog weer gaan ontmoeten, dat hou ik ook in het midden. Maar ik vond het echt een heel mooi boek. Dit boek is ook nog niet zo heel lang uit, maar het is echt een aanrader. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Zomer in New York, ook geschreven door Chantal van Gastel. Dit boek gaat over Lucy. En Lucy zit eigenlijk best wel in een dip.
De zomer staat voor de deur en al haar vriendinnen hebben plannen waarin zij eigenlijk niet voorkomt. Ze heeft de bruiloft van haar vriendin tot in de puntjes georganiseerd en er is gelukkig champagne. Lucy is zelf single en als ze dan op Facebook rondstruint, kan ze ineens haar hart luchten bij een oude vriend, Casper. Die leidt een flitsend leven in New York en zegt dan ook, goh, waarom kom je in de vakantie niet gewoon eens langs? Lucy die neemt dit aanbod met liefde aan. Is ook wel heel erg benieuwd naar de vriendin van Casper. En natuurlijk naar het leven wat Casper leidt in New York. Want het lijkt haar allemaal fantastisch. Casper wil haar ook wel de weg wijs maken. Maar Lucy is zelf wel iemand die graag op onderzoek uitgaat. En dat doet ze dan ook veelvoudig. Omdat Casper ook gewoon nog moet werken. Na een paar dinertjes ook die ze met z'n drieën hebben, dus ook met de vriendin van Casper, leert ze die ook beter kennen en vindt ze het eigenlijk wel super leuk in New York. De tijd vliegt voorbij, maar dan wordt ze ineens hals over kop verliefd op Casper. En dat kan natuurlijk niet, want Casper die heeft gewoon al een vriendin en ze snapt ook niet waar dit vandaan komt, want ze hebben elkaar al zo lang niet meer gezien. Of deze liefde dan ook wederzijds is en of er eventueel een toekomst zit en hoe dat zit met die vriendin van Casper, dat laat ik in het midden. Ik kan ook niet veel meer over dit boek vertellen, want het was een vrij kort boek waar je snel doorheen bent. Dus dit zijn eigenlijk ook wel de hoogtepunten die ik er kan van vertellen. Ik vond het op zich wel een leuk boek om te lezen. Gewoon even zo'n makkelijk boek tussendoor waar je ook gewoon echt even niet bij hoeft na te denken. En waar je ook wel snel doorheen bent. Het zou ook wel zo'n fijn boekje kunnen zijn die je misschien aan een zwembad op het strand kan lezen. Met de zomer die we nu hebben. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Mr. Bloomsbury en is geschreven door Louisa B. Dit boek gaat over Andrew. En zijn vrienden beschrijven hem als koud, onbeschoft en arrogant. Hij is ook niet het leukste type persoon om voor te werken. Gaat het boek over Sophia en die woont samen met een huisgenoot die dus werkt voor Andrew. Maar eigenlijk er helemaal klaar mee is en ermee wil stoppen, want ze kan het gedrag hoe hij haar behandelt niet meer aan. Sophia daarentegen, die ziet daarom de kans om haar baan over te nemen. Haar vriendin wil haar nog op andere gedachten brengen van waarom zou je dat willen en het is echt niet leuk. Maar Sophia die is ervan overtuigd dat ze dit wil. Ze gooit dan ook alles in de strijd om deze baan te krijgen tot ergernis van Andrew. Want ze is zelfs vroeger op het kantoor dan dat hij is. En daar kan hij absoluut niet tegen, want hij wil de eerste uren dat hij op kantoor is totaal niet gestoord worden. Ook eigenlijk wat Sophia doet is niet goed. Ze probeert hem steeds harder tevreden te stellen, maar hij negeert haar daardoor ook steeds meer. Ze vraagt dan ook of er wel een hart in het lijf van Andrew zit. Als Sophia dan in een bar dichtbij het kantoor haar beklacht doet over Andrew, heeft ze niet in de gaten dat Andrew achter haar zit en het hele gesprek opvangt. Ze weet op dat moment ook niet of dat haar baan dan op de tocht staat of dat ze hem nog heeft. Andrew vindt het eigenlijk toch wel vermakelijk en gaat ook steeds vaker naar deze bar toe, omdat hij het toch wel leuk vindt om Sophia wat beter te leren kennen. In de bar hebben ze dus de leukste gesprekken en ze gaan daarna ook zelfs een keer met elkaar mee naar huis. Op kantoor blijft de sfeer kil. Sophia weet ook niet zo goed hoe ze hier mee verder moet en kan ook niet onder stoelen of banken steken dat ze eigenlijk wel wat begint te voelen voor Andrew. Voor Andrew betekent eigenlijk precies hetzelfde, maar hij wil hier absoluut niet aan toegeven. Of ze deze ontmoetingen dus in die bar voortzetten of dat het een hele andere wending krijgt, dat ga ik natuurlijk niet verklappen. Maar ik vind het wel hele mooie boeken om te lezen, vooral omdat het leuk is dat de andere personages uit de eerdere boeken ook terugkomen. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek Mr. Smithfield en is dus ook geschreven door Louisa B. Dit boek gaat over Gabriel. En het leven van Gabriel draait om twee dingen. Zijn werk als advocaat en zijn dochtertje Bethany.
Hij dacht ooit dat hij de vrouw van zijn leven had gevonden, maar vlak na de geboorte van Bethany is deze vrouw er vandoor gegaan en staat hij er dus alleen voor als single vader. Hij wil zich daarom ook niet laten afleiden en hij heeft helaas met zijn drukke werkschema toch iemand nodig die de zorg van Bethany op zich neemt en besluit dan om een nanny in te huren. Degene die dus voor Bethany komt zorgen is Alton. Ze zorgt eigenlijk heel erg goed voor Bethany, alleen deze zorg zal wel tijdelijk zijn, want zij is van plan om na een aantal maanden op reis te gaan. Omdat zij een traineeship zou gaan doen in Londen, is die met een half jaar uitgesteld en kan ze dus nu haar volle aandacht aan Bethany geven. Het gaat eigenlijk ook best wel goed. Ze hebben het ook heel erg leuk samen. Ze doen leuke dingen. En Bethany en Adam kunnen het goed met elkaar vinden. Ze logeert ook bij hun in huis. Ze heeft een aparte slaapkamer. Maar zodra Gabriel thuis komt van het werk, sluit hij zich eigenlijk voornamelijk op in zijn atelier. En Adam is toch wel heel erg benieuwd wat hij daar toch allemaal doet. Ze wil eigenlijk op dat moment ook absoluut geen nieuwe relatie. Maar als Gabriel dan toch steeds meer dingen van zichzelf laat zien, is ze toch wel heel erg gecharmeerd van deze man. Uiteindelijk komt ze er ook achter wat hij dus allemaal in dat atelier doet. En is ze eigenlijk wel heel erg onder de indruk van Gabriel als man. Ze durft eigenlijk haar gevoelens niet vrij te geven en dan duikt in één keer de moeder van Bethany op en die wil weer tijd met haar doorbrengen. Gabriel is hier ook totaal op tegen, maar zijn advocaat zegt dat dit toch echt is wat hij moet doen, omdat zij een kans moet krijgen. Alleen de moeder van Bethany wil heel graag Gabriel terug en hij wil dit absoluut niet. Tot zij met Adam praat en haar ervan overtuigt dat zij een gezin uit elkaar drijft als ze blijft. Adam besluit dan ook te vertrekken en dat kost haar heel veel moeite, want ze mist Gabriel en Bethany echt heel erg. Als Gabriel erachter komt hoe de vork in de steel zit, probeert hij er alles aan doen om Adam toch terug te krijgen. En of dat lukt, dat is de grote vraag. Dat ga ik niet vertellen. Ik vond het ook wel weer een heel mooi boek. Het verhaal zat goed in elkaar. Ik ben zelf gewoon wel fan van dit soort boeken die ik graag weglees. Dan waren dit mijn gelezen boeken van mij. Ik vond het stuk voor stuk weer mooie boeken waar ik van genoten heb. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al eens een van deze boeken hebt gelezen. Of dat je misschien zelf benieuwd bent geworden naar een van deze boeken om misschien te gaan lezen. Misschien is het ook een genre wat je absoluut niet aanspreekt. Dat kan natuurlijk ook. Laat het vooral even weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En hoef je niks meer te missen. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij de volgende video te mogen zien. Doei!